Hoi! Creatorbox 16 en Creatorbox Mini nummer 16 zijn zakdoosjes. Ik werk hier met Creatorbox 16, maar aan het eind laat ik ook Creatorbox Mini zien. Stans voor het zakdoosje. Twee keer de grootste stans uit zwart karton. Dit is de basisvorm. Stans de vier overige open stansvormen uit bewerkkarton. Stans elke vorm twee keer. Dit zijn de layers voor het zakdoosje. Met de dichte stansvorm kun je twee openingen stansen in het bovenste deel van het zakdoosje. Hierdoor kan je het doosje straks mooi sluiten met een stukje lint of touw. Leg de vorm op de gestanste layer en zorg dat er overal een even brede rand karton zichtbaar is. Plak de stans vast met non-permanent tape en stans met je stansmachine. Herhaal dit bij de andere layer. Leg de gestanste layer op de zwarte basisvorm. Zorg dat je rondom de layer overal een even brede zwarte rand ziet. Markeer door twee ronde openingen met een prikpen. Leg de stansvorm op de basisvorm en zorg dat de twee gemarkeerde punten gelijk vallen met de openingen van de stans. Stans met je stansmachine. Tip: kijk tegen het licht in, dan zie je makkelijker de twee prikpunten in de basisvorm. Herhaal dit bij de andere basisvorm. Vouw alle rillijnen. Alle rillijnen gaan in een bergvouw, behalve de rechte rillijn aan de bovenkant van het doosje. Deze gaat in een dalvouw. Lijm alle layers op de basisvormen. Plak red sticky tape op de lange plakstroken aan de zijkant van het doosje. Verwijder de beschermlaag en plak de twee basisvormen aan elkaar. Zorg dat de bovenste rillijn en de onderste rillijn doorlopen. Haal de andere beschermlaag van de red sticky tape en plak het doosje dicht. De onderzijde van het doosje kan je dichtvouwen. Alleen dan blijft deze niet zo stevig staan. Ik ga de onderzijde daarom dichtplakken. Ik gebruik deze keer geen red sticky tape, maar een ander merk dubbelzijdig plakband. Dit doe ik voor de video. Deze heeft namelijk een witte beschermlaag en is daarom beter te zien. Plak dubbelzijdig plakband aan de binnenzijde van de vier flappen en alleen op de linkerhelft van elke flap. Verwijder de beschermlaag en plak deze flap op een andere flap vast. Verwijder de beschermlaag van de volgende flap en plak deze op een andere flap vast. Verwijder de beschermlaag van de volgende flap en verwijder ook de beschermlaag van de laatste flap. Schuif de laatste flap onder de eerste flap, zodat deze goed dicht blijft. Haal nu nog wat lint of touw of beide door de bovenzijde om het doosje te sluiten. Je zakdoosje is klaar. Er is ook een schattig mini zakdoosje. Veel plezier met de zakdoosjes en tot de volgende keer. Doei!